As I could not be found. Ja, maar dat snap ik, omdat ik gewoon letterlijk gewoon geen save file heb. Omdat het de eerste keer is dat ik het spel speel op mijn PlayStation. Zou dat het kunnen zijn? I don't know, niet mij aankijken, vriend! Ben je? Ja. Zijn we? Coincidence? I think not. Alright, daar gaan we. This is Blackwater. What up, bro? Dus is eigenlijk dus basically een PS3-game, als je over nadenkt, op de PlayStation 5. Nog steeds in een PS4-versie, maar dat maakt niet uit, hè? Dat maakt niet uit. Dat gaat om het idee. Weet je? En ik vind het leuk dat we überhaupt gewoon dit spel nu gewoon kunnen spelen. Weet je, op de PlayStation. En ook Nintendo Switch, by the way, niet te vergeten. Yo, sup, what up? Leuk je erbij bent, joh. Hoe is het met jou dan? Oh, lekker man, lekker. Sap, je bent zo geweldig, hè? Dat weet je. Jij bent zo geweldig. Ja, ik heb zo'n PS3. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Ik heb nooit een PS3 gehad, hè? Hebben jullie een PlayStation 3 gehad, chat? Rockstar Games Presents. Ik heb nooit een PS3 gehad. Ook geen Xbox 360. Ik wou wel heel graag een Xbox 360 toen hebben, hè? Toen die nieuwe uitkwam. Maar er is nooit van gekomen. Ik had gewoon een Wii. Ook prima. En een DS. A Rockstar San Diego Production, baby. Voor mij had Sap dit wel gespeeld, toch? Dacht ik. Op de PlayStation. Ja, zeg maar de oude dan. Niet de P. Ja. Hoe vond jij het, Sap? Red Dead Redemption, baby. Woe! Sorry, ik heb veel te veel energie, sorry, koffie op. Leuk, ja, nice. Ziek. Een tweede speling een keer eigenlijk. Sap, ik heb de Steelbook liggen. Jongens, ik heb no joke de Steelbook liggen. Dikke verder shout-out naar niet-Walter Cruz. Die zag hem in de winkel liggen. In zo'n tweedehands winkel. Voor twee tientjes. Met de game erbij. En ik zat zo van. Love it. Dus ik heb hem voor twee tientjes van hem overgekocht. Hey, chat. Hey. Chat, weet je hoe sexy. Ik kom PS5, denk ik. Ja, ik zou je zeggen, heel eerlijk. De PC-versie is wel stabieler. Maar dat is natuurlijk logisch. Op PS5 draait hij 30 FPS, maar dan weet je dat vast. Helpen, chat. Red Dead Redemption 2. Zo ziek dit. Eerlijk, Rockstar Games logo achterop. En dan had ik dit. Er is ook een kaart bij en zo. Weet je hoe ziek dit is, chat? Weet je hoe leuk. En zo'n install disk en een normale disk, maar. Like. Ik vind oprecht dat Red Dead Redemption 2 verdient. Gewoon oprecht een upgrade of iets. Nee, het is geen PS5 upgrade. Het speelt letterlijk een PS4 versie. Eigenlijk een PS4 Pro Enhanced game, maar ja. Ik hoop dat die ooit gaat komen. Ik hoop echt dat die ook ooit gaat komen. Hier op Mick, zeg ik goed? Mick the best, what up? Leuk je erbij mee, what up? Zeg ik goed? Nee, hoe moet ik het wel zeggen? Sorry, nee, niet weggaan, nee. Mike, zeg ik het nu goed? Als ik nu ook niet goed zeg, hè? Kijk, hey, daar zijn we ergens. Daar zijn we ergens. Wat doen we komen? Ja. Ja, gewoon een upgrade, Snow. Dus dat je gewoon 60 FPS op de console krijgt. Dat. 60 FPS en misschien iets betere graphics op de PlayStation. Die moet komen. Nee, maar de FPS is belachelijk. De FPS. Letterlijk de FPS. Geef het zo'n FPS boost, weet je. Die heeft Days Gone ook gehad. Die heeft Horizon Zero Dawn ook gehad. Gewoon dat. Geef hem. Weet je, dan weet ik van. Love you, Rockstar Games. Oprecht. Misschien kijken ze er terug, hè, Rockstar. Je weet het maar nooit. Oprecht. Zeg, nogmaals, ik vertrouwde naar Rockstar Games. Dan ik zei, dan heb ik dit spelletje nu. Dus ja. Hey, Rockstar, als je dit hoort, als je dit terugkijkt, omdat je het moet checken of zo, weet ik veel. Rockstar, maak alsjeblieft even een 60 FPS mode in Red Dead Redemption 2. Dankjewel, man. Dankjewel. Wordt gewaardeerd. Nee, ja, dat snap ik, Sap. Dat begrijp ik inderdaad, ja. Ja, het zijn ook meer de nieuwere games hè, die je dan moet halen op de PlayStation. Maar ja.
Zo vaker dan als je dan de nieuwere games op de PlayStation haalt en de oude op de PC, maar... Chat, by the way, hebben jullie het nieuws gezien? Net. Chat, jullie weten toch dat Activision Blizzard is overgenomen door Microsoft? Dit zag ik dus niet aankomen. Dit heb ik no way zien aankomen. Ik ga het nog even erbij pakken, even snel. Dit heb ik no way zien aankomen. Echt no way. Oprecht niet. Ik dacht echt, what the fuck is dit eigenlijk? Ik heb echt geen idee. Letterlijk niet. Echt, voordat jullie wat zeggen, chat. Heel veel mensen speculeerden en zeiden van... Hey, als Microsoft nu de nieuwe eigenaar is van Activision Blizzard... gaan dan niet elke Activision Blizzard game ook naar Game Pass? Nou, nu is daar een heel ander gevalletje in. Er staat... Oké, niet schrikken. The Ubisoft Plus lineup is expanding. We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft Plus. Via streaming upon the completion of Microsoft's acquisition of Activision Blizzard. We'll be also be licensing the games to a range of cloud streaming and cloud subscription services. Maar ik ben dus bang, ik hoop dus echt dat dit ook nog naar Game Pass komt. Dat we Ubisoft Plus op Game Pass kunnen verwachten. Want dus die Activision Blizzard games komen dus gewoon hierop. Zoals Call of Duty. Ik wil gewoon echt dat dit goed komt. Oprecht. Nou, sorry, ik ben ook misschien even kwijt, maar... Like, ik ben bang. But this state should not be ruled by such a disgusting family. Wow, haat? Hater? A family without class. Weet je dat? Ja. What the fuck? Ja, het staat nu wel op Xbox zo, maar... Weet je, ja, het is gewoon veel te duur. Het is gewoon veel te duur, weet je? Het is oprecht duur. Het is €18 per maand. Maar dan krijg je dus op PC en Xbox. Hè? PlayStation heeft hem niet. Maar voor €18 per maand krijg jij Ubisoft Plus op Xbox en PC. Voor €15 op één van de twee. Voor mij dan alleen PC. Voor €15 krijg je precies hetzelfde aanbod alleen voor PC. Voor €3 per maand meer dan €18 per maand krijg je het ook op Xbox. Maar je krijgt dus wel elke game van Ubisoft. Ja, ik voel me misschien een klein beetje hypocriet, want... Ik heb dus EA Play Pro en daar betaal ik €100 per jaar voor. En daarbij krijg je elke EA game vanaf day one in de Ultimate Edition gratis gewoon op je account. Maar het ding is dus, dat is Ubisoft Plus letterlijk ook. Basically. Ja, Terminia. Het is wel een leuke game hoor, Terminia. Wel lachen. Yo, go to the saloon. We're going to the saloon now, baby. We're going on a saloon. Hello, gamers. Wait, we have something. Oh, wow. Mr. Marfin, over here. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. Ja, sorry, ik had echt een hele droge keel. Opeens, mijn keeljongen was helemaal naar de getver. What up, Jake? What up, Jake? You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Orleans. Alright, let's go, dude. Fort Mercer. Ah! Dit is ook de kick gedaan, hè? Dit is ook op kick gedaan. Maar ik snap wel wat je bedoelt, Sap. Dat is gewoon jammer. Weet je, verwacht wel een beetje van next gen, verwacht je wel een beetje FPS, zeg maar. Ik snap wat je bedoelt, inderdaad. I get what you mean, weet je, maar... Ja, het is gewoon jammer. Het is gewoon ronduit gewoon erg jammer, weet je.
Dat is letterlijk hoe het zit. Basically. Ik ga trouwens wel gelijk, als ik offline ben, deze video editen en online gooien. Zodat ik... Dat komt wel goed. Want ik maak hier nu een video van, hè, van deze livestream. Ik moet echt weer vaker uploaden, chat, eerlijk. Hey, gooi in de reacties als je er nog bij bent bij deze video. Op YouTube dan. Gooi in de reacties, moet ik vaker uploaden? Gooi ook maar in de Twitch chat anders. Moet ik vaker uploaden op de YouTube of niet? Want ik wil eigenlijk wel weer YouTube een beetje oppakken. Want ik heb eigenlijk veel te weinig geüpload. De laatste video, oprecht hè. Dat was echt zo'n tijd geleden. Oprecht, kan iemand het opzoeken, chat? Wanneer mijn laatste video was? Waar was het The Crew, hè? Gewoon niet een short, maar gewoon puur laatste video. Wanneer was dat? Ik kan me echt niet meer herinneren. Wat is dat met de crew? Motorfest. Ik ben niet meer zeker. Armadillo! Ik ga heel veel naar die dingen hoor. Geen idee. Als iemand kan opzoeken, zou ik zo wat chill vinden. Waar de fuck is dat die shit, bro? Cheats! Wat? Hebben ze cheats? In de game gehoord? Shit, hè? Zo'n cheat, zo. Not like things land. Accent is altijd wel leuk in. Oké, ben je deze game mist? Gewoon dat als ik opeens heel hard wil gaan, weet je, met mijn paard. Dat hij dan ook met me meegaat, gewoon op dezelfde snelheid. Eerlijk, dat zou zo chill zijn. Want als ik nu heel vaak op X druk en gewoon heel hard ga en dan al eerder ben. Dan loopt hij zwaar achter. Zou ik bedoelen? Het zou zo chill zijn in dit soort games. No joke. Ik zou het echt fucking chill vinden. Dat is gewoon ziek. Dat is gewoon lekker. Maar ik vind, heel eerlijk gezegd, weet je, ik vind dit helemaal niet zo erg. Dit. Heel veel mensen zeggen van, ja, waarom is het geen remake? Weet je, ik snap dat mensen zeggen van, weet je, waarom is dit geen remake? Waarom is dit een port, letterlijk? Maar ik heb er niet heel veel problemen mee. Weet je, ik vind het prima. Ja, het is gewoon letterlijk een PS3 game die ze opnieuw uitbrengen, maar like, als die nou iets goedkoper was, weet je, dan was het wel beter, denk ik. Maar ja, hoe wil je het anders spelen? PS3'tjes, hè? Vind je grappig dat die dat niet op Xbox is uitkomen, deze game? Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. Oh, meer om de prijs, denk ik. Ja. Ja, want ik weet niet hoe duur die is op PlayStation, maar op Switch, ja, denk ik dat het ongeveer hetzelfde is, maar €50. En niet op de PC. Ja, maar deze game is dus helemaal niet op de PC verkrijgbaar. Ja, het is wel Rockstar waar we het over hebben. En Rockstar brengt het eerst op console uit en daarna op PC. Imagine als ze dat ook weer gaan doen met GTA 6. Dat je gewoon letterlijk een PlayStation 5 of Xbox Series X of S moet hebben. Om GTA 6 te kunnen spelen in de eerste 2 jaar of 1 jaar. Imagine als ze dat serieus weer gaan doen. Ik zie het ze nog doen ook eigenlijk. Ik zie het ze nog doen ook. Dat is met GTA 5 ook gebeurd, hè? En met Red Dead Redemption 2. Ik zie het ze ook doen. Ik zie het ze oprecht doen. Hou je back, Siri. Ik word zo moe van Siri. Hou je back. Zo, ik word echt gewoon moe. Ik ben moe. Kutzooi. Ah, Siri, Bill. That ain't fair, Bill. You were as my brother. Stuit, top. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Oh shit. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Shoot! Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. Oh shit. You always were one for fancy words. Fancy word it. Oh. Well, things are different now, John. Niet. Now I'm in charge. Dat ben ik. Ik ben de streamer. Ik speel dit spel. Niet!
And no more you. And no more you. Nee, kan. I implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Wow, die gepikt, vriend. Niet gepikt. Niet gepikt. Not the... Oh! Niet gepikt. Poor John, dude. Poor John. Kan echt. En ze laten hem ook gewoon liggen. Dat is heel grappig dus. Lame down, bro. Lame down. Sheesh. Sheesh. Nou ja. Weet je ook een game ik ook wel echt veel spelen van GTA? Ik heb nooit echt eigenlijk echt... ik wil gewoon oprecht even een keer... Die GTA Trilogy halen op PC, denk ik. En dan wel lachen. Dan met die San Andreas. En dan wel lachen. GTA Trilogy. Voor mij is die nu €30 of zo. Ja, ik kan het nu even niet doen, maar... Nee. Zo, dit is vroeg, ja. Yo, dat mag ik niet aan, joh. Ja, dit is vroeg. Ja, Mark, jij zegt gisteren tegen mij zo van... ik zie je nooit live. Dit is de reden. Dit is de reden. Ik zei al dat ik in de ochtend streamde. Hier is je antwoord. Dit is letterlijk... Ja. En dit is nog best wel laat voor mij, hè. Sap kan het oprecht confirmen, Snow ook. Dit is oprecht nog laat voor mij. Ik stream vaak rond... 9 uur, 10 uur. Meestal 9:30, ja, zoiets. Vaak ben ik te laat. Dat weet je dat vast. Ja, ja. Ja, ik ben ook voor de extra streams op Kick. Mocht je daar een account op hebben, weet je? Let me know. Follow me. Ja, ja, maar is GTA Trilogy niet gewoon in de... Was niet in de sale of zo? Geen idee. Maar hoe is het met jou dan, Mark? Hoe is het met jou dan? Hoe is Arsenal geëindigd gisteren? Dan ben je goed gegaan. Hij is wack, ja? Is je GTA Trilogy wack? Ja, ik heb voor mij toen wel één keer of via Game Pass die San Andreas kunnen proberen. Dat was... Voor €30 of €20 vind ik het al de moeite waard misschien, omdat je 3 games krijgt, maar... Ik weet niet of ik het voor €60 zou doen, hoor. Dat is geen beste remake, dat ik... Ja, maar... Ja, dat klopt. Maar op release, maar like... I know. Oh, ja. Zakelijke W. Lekker weten. Het is niet geveegd voor die prijs die het kost. Nee, maar was hij niet oprecht gewoon letterlijk gefixt nu? Was hij niet oprecht gewoon gefixt? Qua ja, graphics hetzelfde en zo, maar like, qua performance? Ik dacht oprecht dat hij het laatst gefixt was. Niet? Dat is oprecht vreemd. Dat kunnen ze eigenlijk echt niet maken. Wat wil je doen nu? Want zo moeite lijkt me ook niet dat het is, yeah, maar ja. Voor zeker voor Rockstar. Ja, Cyberpunk is echt een fix, dit niet. Ja, nee, true. Cyberpunk, hey, Mark, wil je wat leuks in? Wil je wat leuks in? Zeg maar, ik heb dus zo'n intro van mijn streams altijd, want je bent zeg maar nieuw, dat snap ik hier. Zeg maar, ja, dat is faal. Maar, like, ik heb dus zeg maar 2 meme intro's. En die zijn hartstikke leuk. En elke keer als er nieuw iemand in de chat zit, dan wil ik hem even aangooien. Omdat ik het hartstikke grappig vind. Ik hou van humor. Dus ik heb zeg maar dit staan. Maar, ja. In 2077, what makes someone a criminal? Getting caught. En als je dacht dat dat niet genoeg was. En als je dacht dat dat niet genoeg was, heb ik ook nog deze intro. Why do you come here? Cyberpunk 2077. We kunnen weer door. Ik hou van die intro. Ja. Oprecht, ik vind het zo lekker om gewoon die te gooien soms. Het is zo intens goed. Ik ga heel goed op die Cyberpunk memes. En ik maar denken van, hey, ga ik nog iets kunnen fixen voor die Phantom Liberty? Nou, weet ik niet. Ga je trouwens die game spelen, die DLC, of niet, Mark? Want vanavond is de Gamescom presentatie, hè, daarvan. Van Cyberpunk Phantom Liberty met Idris Elba en zo. En Keanu Reeves weer. Ik hoorde oprecht dat... Dus vanavond gaan ze heel veel dingen tonen. 2 uur lange presentatie. Aan allemaal games. Waaronder Assassin's Creed Mirage. Alan Wake 2. Cyberpunk Phantom Liberty uitbreiding. En heel veel andere shit. Dat is wel lachen. Dat is wel leuk. Oh shit, reclame, pas op, glij niet uit. Het is belangrijk om niet uit te glijden.
Yo, what up, bro? Oh, dat is wel Mark. Maar ja, is wel akkoord. Moet zo gaan, though. Is helemaal goed, joh, Mark. Hey, geniet van je dag. Als je nog weer een keer live bent, dan kom ik je zeker checken. Chat, hey. Mocht je nog een chille streamer zoeken, deze gast, oprecht, man van Mart. Volg me even. Mocht je nog een chille guy zoeken, weet je. Al hou je niet van FIFA. Het is gewoon een chille guy. Om te kijken. Op de background, weet ik veel. En ik hoorde ook dat hij binnenkort Mirage ging streamen. Met andere games, dus hey, check hem out. Check hem out. Ga niet vanuit dat er... Nou ja, ik denk op zich weet je dat wel leuk kan worden, hoor. Daar niet van. Ik denk dat het wel wat leuks kan komen, hoor. Met leuke surprises. Maar ik zou niet verwachten dat het net zo surprise wordt als, zeg maar... Weet ik veel, dat net zo'n game... Dat echt een huge-ass game als Starfield wordt announced. Dat denk ik niet. Misschien dat ze wel Starfield gaan tonen, though. Daar niet van, maar... I don't know, man. I don't know. Het zou kunnen, weet je. Het is mogelijk. Ik sluit het niet uit, hè. Ik sluit het niet uit, hè. Maar ja, dus dat. Dus dat. Dankjewel voor het kijken naar deze video van Red Dead Redemption. Waarin wij gewoon een beetje gaan kijken of het wat is, weet je, op de PlayStation 4 versie van de game. Check it out. Ik zou zeggen, check out the game, weet je, het is hartstikke leuk. Als je het leuk vindt, haal hem, weet je, en kijk maar wat je van vindt. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor het kijken. En ik spreek jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video op het kanaal. Laat een leuke reactie achter. Doe ik een andere video aan, zou ik lachen vinden. Houdoe, hè. Joe.